nog een vriend een vuurwapen in zijn broek of zo, een shotgun in de kofferbak, een vuurwapen hier. Normaal doen. Tam live, kom op. Dat is verhoord. Ja. Dat is verhoord. Collega's neergeschoten met een RPG of zo. Goedag. Oké, doei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of zo. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP Duval en more. Vandaag ga ik op pad met deze Mercedes Vito 2010 versie van de koninklijke Marge C de Camar. Dit is Wim. Wim is niet kaal, Wim heeft haren, maar ja, dat zie je, kijk eens. Ja. Nee, hij heeft zijn baret op en is vandaag in dienst als Camar. Niveau 2 is dat, denk ik. Ik weet vrij weinig van de Marge C. In ieder geval wat ik wel weet is dat hij dus eigenlijk, ik pak altijd wel de hele MP5 en alles, maar eigenlijk heeft hij dat helemaal niet. Eigenlijk heb je dat alleen met niveau 1. Of andersom, in ieder geval één van de niveaus heb je het niet. Ik ben het ene waar je het niet hebt. Dus vandaag hebben we alleen de Glock. Glock 17. En de taser natuurlijk. En brandblusser en wapenstok en zo. Komt helemaal goed. Ik zal even snel het interieur checken, want dat is wel pretty badass. Trouwens, shout-out naar nu in beeld. Ik durf je even niet te zeggen wie precies. In ieder geval is een skin gemaakt dan door nu in beeld. En de auto is gemaakt door Topmods of High Performance Modding. In ieder geval, hij staat op Topmods voor te downloaden. Maar ja, hij zelf, de maker van de skin zei dus de Topmods gemaakt. Of de High Performance Modding gemaakt. Dus ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat wij lekker aan dienst gaan. Ik had de melding uitgezet, ik zet ze nu aan. We gaan overal een beetje naartoe. Ik zet hem even alt-tab, want ik moet natuurlijk wel mijn stuurtje goed hebben. Even voelen of die goed is. Stoeprandje raken. Ja, hij is goed hoor. Ja, is niet meer hier natuurlijk. Ik zal even alles controleren voor jullie. Automatisch bij blauw aanzetten gaat stop politie en politie volgen aan. Dat kunnen we gelukkig gewoon uitzetten. We hebben nog oranje. Mooi man. En knipperlichten natuurlijk. In de lichtballen gewoon nog verwerkt en hier. Dus ik ga proberen ze te gebruiken. Ik kan niks beloven. Daar rijdt iets voorbij wat altijd wel mijn interesse trekt. Ook al weet ik niet waarom. Heel laag joh. Geen kenteken. Nee, wel een kenteken. Rijdt heel laag. Een verlaagd model. Zo zul je niet standaard krijgen denk ik. En hij ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 4, 1, India, Oscar. Ook niet verzekerd. 7. Die is namelijk verlopen. We gaan ons hier even neerstallen. Hij mag... Ja, knallen op een paal, ja. Zoveel ruimte en dan knalt hij op een paal. Oh, ik kan best gewoon volle gas vooruit gaan. En dan voordat je weet rijdt hij weer achter. En dat is... Nu. Zo, stop. Stoppen. Goed. Even kijken. We hadden expired insurance. Hè? Hallo. Rijden we rijbewijs van u zien. Stanley, dankjewel Stanley. Is het voertuig van u? Weet ik al niet, hebben we niet opgelet. In ieder geval. Heeft iets gedronken? Ik hoef dat niet te beantwoorden. Nee, dat klopt. Ik ben niet te antwoorden verpleegd, maar ja. Komt er vanzelf wel achter. Heeft hij drugs gehad? Of ik kom er vanzelf wel achter. Ben ik aangehouden? Nee, nog niet. Goed. Ik ga je even laten blazen. Omdat ik toch wel een verdenking heb dat je iets van alcohol hebt genuttigd of drugs. Geblazen ook stop, zeg blazen. Oh maar, even kijken. Oké, je hebt niet gedronken. Maar dat is nu onder het limiet. De helft. Ik wil niet zeggen de helft kwam nog bij, maar de helft zou er nog bij mogen. Goed, wel positief op cocaïne. Dat betekent dat je mag uitstappen.
Ik ga jou fouilleren en het voertuig doorzoeken op basis van een opiumwet. Ik wil gewoon dat je hier blijft staan. Wait up! Maar anders ga ik gewoon... Ja, ik ga je sowieso boeien. Dus mag omrijden, ben aangehouden. Rijden onder invloed. En misschien komt er nog bezit van verdovende middelen bij. En dat gaan we even controleren dan, hè. Pet down. We gaan hem fouilleren in de zij. Fouilleren rechterbeen. En voeten. Fouilleren linkerbeen. En wat vinden wij? MDMA. Een pistool. En gebruikte naalden. Hey, misschien nog even moeten vragen of je vaak een voorbeeld bij hebt waaraan ik mezelf kan baseren. En zo te zien heeft Wim zich niet bezeerd. Goed, dat komt er allemaal bij. Kom maar. Ik pleur even achter in mijn bussie. Bussie, lekker voice crack. Wat kwam daar nou in beeld? Put into a vehicle. Gaat die deur open? Wat gaan we nou doen? Ik ga niet helemaal lekker dit allemaal. Oh, ik ga niet helemaal lekker. Je mag close the door, leave it open. Ik ga erin dan. Nou goed, blijf hier. Ik ga het voertuig doorzoeken. Dan ben ik nog aan de H. Dus ja, als ik daarmee klaar ben, op de 8 drukken. Voor een transportje voor mijn heer. Oh, wat doen we? Nog eens op de H, kofferbak controleren. Nou, die ziet er leeg uit. Waar is hier een RPG in leeg? Oh, een shotgun! Hoe had ik die niet kunnen inleggen, jongen? En hier gaan we ook nog even kijken. Goed, hij is aangehouden. Verboden wapen bezit. Verboden... Nog een vriend. Een vuurwapen in zijn broek of zo. Een shotgun in de kofferbak. Een vuurwapen hier. Een mes. Hij heeft van alles bij. Een mooie vangst hier. Moet ik zeggen. Voertuig is in beslag genomen. Dat gaat verder worden onderzocht. Want ik vertrouw het voor geen meter die hele gast hier. Thanks. Hoi hoi. Let's go zou ik zeggen. Nieuwe taxis erin. Een Mercedes E-klasse taxi of zo. Ze zijn nu nog oranje omdat de GTA Ambu, of Ambu, omdat de GTA taxi oranje is. Ik heb wel iemand gevraagd om hem naar zwart te scannen als het ware. Maar ga er maar vanuit, op het moment dat jullie deze video zien, dan zijn ze al allemaal zwart. Dat is ook niet helemaal gezond. Beter stop je nog even op tijd. Ja, hier zo. Mooi. Dan kan ik je meteen naar het bureau meenemen. En de takenwagen is ook weer handig. Nou, ik hoef geen reden op te geven waarom ik dit voertuig aan de kant zet. Ik ben niet helemaal meer veilig voor op de weg. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6, 3, Oscar, Sierra, Whiskey, 0, 2, 3. Hey. Normaal doen. Staan blijven, kom op. C, ja, hoe heet dat? Marche. Achtervoor te voet. Staan blijven. Hoe kan ik? Wow, hold up! Want ik ga je gewoon tasen, hè? Doe die deur nou niet open. Taser! Taxi! Taxi, stop! Taser! Stop! Police! Opstaan, handen omhoog. Knieën. Ja, eenmaal aanhouding. You're under arrest, you piece of crap! Inderdaad, piece of crap. Goed, graag een trant. Nee, wacht, ik neem hem mee trouwens. Kom.
We gaan rennen. Kom op, rennen. Zou je hem ook nog te voet kunnen droppen? Even met jou die deur dicht doen. Hoppa. Het zou toch moeten kunnen eigenlijk, als ik hier gewoon in ga staan, zeg maar. Nee, dus. Dan breng ik hem via de auto. Are you kidding me? De auto ga ik af laten slepen. Bij jou wil ik natuurlijk wel even weten waarom we er vandoor zijn, dus ik ga hem even fiëren. Oké, goed. Misschien gaan we wat doen. Ja, nog even naar die check. Dan weet ik ook of die reed zonder rijbewijs of zo. Nou, oké, goed. Let's go. Ik ga hier gewoon in. Alles goed is. Oké, dan blijf je daar voor altijd staan en vragen we een transportje. Het is tot nu toe nog rustig, dus we gaan even kijken naar meer op het vliegveld. Dus kijken wat hier nog allemaal rondrijdt en te beleven is. Hier is de brandweerkazerne. Hier oefent de brandweer met vliegtuigbranden. Hier zit de poetsploeg of zo te chillen. Of post. Postal. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have an officer in need of assistance in South Porta. Ik ben alleen. Ik hou me liever bezig met meldingen dan met, of met dingen, met belangrijke dingen, ja, met andere dingen dan met een transportje van een verdachte. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have a suspicious person in een verdacht persoon op de International Airport. Geef u alsjeblieft prio 2. Voordat ik dat vergeet. Die was weg. Current weapon. Combat missile. Oké, okay, we hebben de klok weer. We hebben even blauw erop gezet, want ja, iemand die hier op de op het vliegveld loopt, richting landingsbaan, dat is natuurlijk niet helemaal normaal, hè. Dus en dan moet ook zichtbaar zijn. Dat is verhoord. Bukken, bukken, wapen pakken, noodknop indrukken, verwachten bekijken, wordt geschoten op vliegveld, worden beschoten, zacht in been geraakt, lijkt wel te staan, lijkt weer te gaan schieten. Dat is ook die schild, hè. Wapen laten... Attention all units, officers report, we are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Wapen veiligstellen, verdachte neer, wapens bergen. Ja, ik ben vooral in mijn arm geraakt, zie te zien. Nou, dat kunnen we oplossen. Al moet je deze kant op. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens. Ik geloof dat er brand is gekomen, ik weet het allemaal niet, joh. Jawa. Filmmatig hoor, er komen twee auto's naar mijn noodknop af. Op mijn noodknop af. En ook nog eens twee politie-eenheden. Alsof ik niet belangrijk ben. Ben ik niet belangrijk, hè? Nou, dan moet ik eigenlijk het in mijn Kamar-collega's vragen.
Dus een ambutje voor mij. Hey, nog een motor. Een ambu collega of een ambu voor mij en voor hem hier. Oh shit! Ah Joost, het valt toch wel mee. Dankjewel. Hoi hoi. Ik ga nu even wachten voordat ik een lijkschouw moet oproepen en alweer weg ben. Want ik denk dat hij wel dood gaat als ik zie hoe vaak ik hem heb geraakt. They didn't make it. Nee, dat dacht ik al. En de schade ook even opmeten naar één schot. 1 kogel gehad, 2 kogel gehad, 3 kogel gehad, 4 kogel gehad, een raampje kapot, die slaan we even in. Hier nog op het Camar logo, Marge C logo. Hier waarschijnlijk ook nog wel een paar, nou maar niet, als die band er nog maar, want ik denk dat die wilde band ook, nee, niet graag. Ja. Hey, wat mooi, dat is de eerste keer dat ik hem zie, zeg maar, geloof ik. Kan dat? Ah, ik denk het wel. Ik heb hem wel eens in rondrijden, maar ik heb hem nooit echt bij een melding te plaatsen gehad. Of ben ik nou gek aan het worden? Begeleid ze even van het vliegveld af. Wel zo netjes natuurlijk. Hè. Ze hebben wel geen kentekens. En stopstreep negeren. Hè. Allemaal bekeuren aan jongens. En jullie zijn het slachtoffer. Het lijkt waarschijnlijk vergeten, want er ligt ook niks achterin. Zeker vast en snapt hij hem. Oeh, hij snapt hem. Nou, toch niet. Ik vind het goed, we gaan door. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. En waar is dat precies? Moet daar, is dat vliegveld? Gebied? Ja joh, ik ga wel even kijken. De politie heeft het supertje druk. Supertje is bij deze een woord. En ze hebben mij, ons gevraagd, de Marge C, om even in een gebied wat misschien net Marge C, misschien net politie, is even te gaan kijken bij een diefstal van benzine. Of in ieder geval brandstof. Kan ook diesel zijn, hè. Dat busje klinkt niet helemaal gezond, hè. Dus ik ben de broertje niet en ik ga graag even prio 2 kijken. Wel een beetje haast, want we willen natuurlijk wel nog iemand op heterdaad betrappen. En dat gaat nu niet meer zijn, want de melding is al gemaakt natuurlijk. Wat we wel kunnen doen, is zo snel mogelijk daar zijn. Zodat we de verdachte zo snel mogelijk, of zo dicht mogelijk in de buurt nog gaan kunnen treffen. Als we hem tegenkomen. Daarbij. Maken wij ook gebruik van onze vrijstelling als jij nou ook naar rechts gaat. Kijk, is ideaal, kan een volle gas. Had ik nou wel of niet al van de taxi verteld? Zo ja, dan sorry voor nog een keer vertellen. Zo nee. Ja, dan oké, dan weet je het bij deze. Ze zijn nu nog oranje, zijn nieuwe taxis. Op het moment dat ik moet iets in de car calls aanpassen, car calls van auto callers of zo, dat kan ik alleen niet, dus dat gaat iemand anders voor mij doen. En op het moment dat hij dat heeft gedaan, dan zullen de taxis dus ook zwart zijn, zoals een normale taxi meestal wel is. Dus tegen de tijd dat jullie deze video zien, oftewel vandaag dus eigenlijk, zijn ze allemaal wel zwart. En zo niet, dan is het niet anders.
We zijn ter plaatse, redelijk snel toch, ja? Ja. Hallo. Wat zeg je? Oké, ik ja, apart gesprek. Goedendag schotel, Marsje zei, ja ik zie joh, hoef niet te zwaaien. The day of the tank that you're here. Goedendag agent, bedankt dat je er bent. Iemand is gewoon net weggegaan zonder te betalen voor de brandstof. Het is al een moeilijke tijd zonder deze dieven. Ik heb camerabeelden van ze. Nou, laat maar eens zien, Pik. Even spieken hoor. Ja, die staat lekker geparkeerd. Lijkt een man met een overal te zijn. In ieder geval een veehals. Daar kan ik wel wat mee. Ik heb de auto echt nog niet gezien. Had u een kenteken? Ja, oké. Oh, kijk daar. Ja, daar richting vliegveld weer. Ik ga meteen eens kijken. Komt goed, hè? Hoi, hoi. Ah, hij is nog in de buurt. Want ik denk dat ik hem nou net tegen ben gekomen. Hij moet sowieso maar eigenlijk dan tegemoet zijn gereden toen ik hier naartoe kwam. Maar als hij nu pas hier rechts is, ergens. Of is hij aan het verstoppen? Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Ja, die weet ook hoe laat het is. En gas erop, ja joh. Oh, die gaat er wel van. Hij wilde er vandoor gaan, maar hij bedenkt zich toch. Goedendag, uitstap. Goed. Staan blijven. Stoppen. Ja, ik sta bovenop je, ik kan kant op. Begrepen. Dan ga je opstaan. En dan gaan we meewerken, ja? Ik ben aangehouden voor diefstal van brandstof. Je bent niet verplicht gerecht van advocaat. Ja? Volg je nog wat ik zeg? Ik ga je fouilleren of je dingen bij hebt die ik bij mag hebben. Ik ruik wat alcohol bij je, dus ik ga een blaasjes bij doen. Heb je dingen bij waaraan ik mezelf kan baseren? Nee. Ja, een vuurwapen bij vriend. Verboden wapen zit. Hij mag. Hij heeft een permissie voor een vuurwapen. Concealed, wat is dat? Hij moet hem geloof ik voor geborgen mag hij hem in het openbaar dragen. Goed, dan misschien tot die nog dan mag. Ja, in Nederland zul je niet zo snel een wapenvergunning hebben voor op straat. Volgt hier eerst dat je een bericht van de wagen. Voor me. Rijdt u alstublieft prio 1. Thanks. Goed, transporteer deze kannen met spoed. Eén collega vraagt om uw assistentie. Daarachter is een terroristische aanslag of zo bezig. 12:05. Ja. Dat is verhoord. Collega's neergeschoten met een RPG of zo. Verdachte ligt daar. Wat heeft hij, een RPG, ja. Hij denkt dat hij overreden is. Of zichzelf veel opgeblazen. Oké, wapens bergen, alles veilig. Ambulance deze kant met spoed. Politieauto helemaal gesloopt. En collega's ook neer. Gaan we maar de brandweer erbij sturen. Hè? Dit heb ik al lang. Wat gedoe ik nou? Nee, kutzooi. Oké, dat is onhandig. Ja, nu zijn we de lul, zeg maar. Ik zie jullie zo meteen weer. Ik wil de F6 doen voor zoals je hier om zo'n mens zit. Om pionnen neer te zetten. Maar dat opent dus ook de Los Santos Rescue Division mod. Dus ik zie jullie zo meteen weer. En we zijn nog niet eens opgestart van het vervolg van de gamecrash, zeg maar. Soort van. En we worden alweer opgeroepen. Oké, dat ding is heel handig. Voor een vervolgmelding. En die gaat me hier tegemoet komen, denk ik. Dus die gaan we opwachten. Iemand die een wordt gezocht. Waarbij wij een BTGV moeten gaan uitvoeren. Want die heeft iemand aangevallen met een deadly weapon. Assault by deadly weapon.
Oftewel, heeft dus iemand eigenlijk neergeschoten of neergestoken of dat soort dingen. In ieder geval een wapengevaarlijke verdachte. Meestal zeg je vuurwapengevaarlijke verdachte, nu zeg ik maar even wapengevaarlijke verdachte. Een soort oude BMW. Als je die nou hier stopt, heb je meteen de collega's om eventueel samen te werken. Ah, ik heb geen klok. Wacht even, even vriezen meneer. Niks aan de hand hoor, gewoon even vriezen. Ja, toppie, we hebben de klok. Politie, marge C, uitstap de handen omhoog. Bij elke verdachte beweging zal er worden geschoten. Heb je dat begrepen? Hey, luisteren. LSPD, don't make me shoot you. Uitstappen met de handen omhoog. Hallo. Ah, dat is weer de... Wat zeg ik nou? Uitstappen, handen omhoog. Hij zou wel luisteren. Schoten gelost. Collega geraakt. Niks aan de hand verder. Ze had een vest aan denk ik. Kijk. Dat schot rond zeg maar hier zo bij tussen mijn handen. Of is dat een knoopje? Ik weet niet precies. Wat, huh? In ieder geval, ik had het gevoel dat ze een vest aan. Maar ik kon ook gewoon niet raken. Ik ga nu geen ambies meer laten komen. Ik ga gewoon hier alles wegslepen. Maar even lekker door. Want anders duurt het zo lang allemaal. Dan moet... Oh kijk, die liggen op zijn bakkes. Een verdacht voertuig, dat trekt natuurlijk altijd wat meer aandacht als het op het vliegveld is. Denk ik dan maar zo. Voetgangers hebben over, hebben voorrang. Het lijkt er niet te rijden. Of wel? Jawel hè. Rijdt heel langzaam. En voor zo'n snel voertuig is dat raar. Dat je zo langzaam rijdt. Goedendag. Oké, doei. Ja, meldkamertje. Achtervolgingtje. Graag... ja, ik hoef geen zoeken, want hij rijdt zo langzaam. Precies wat er met hem aan de hand is. Good old Audi is back. Ik duw hem tegen je aan, hè. Hoi, even uitstappen. Je bent aangehouden. Inderdaad, don't make him use this. Ik zou het niet doen, want dan gaat hij neerschieten. Dat geloof ik wel pijn. Nooit ervaren zelf voor, maar ik mag wel stellen dat zoiets pijn doet. Oké, takelwagentje deze kant op, hij regelt transportje. En wij gaan nog even door. Rijden, kuttaxis. Hier kan me gewoon niet vaak, dus hier kan me nog even kijken. Moet ik op de achterrukken? Ik moet die transport. Hun houden hem aan en normaal was het altijd zo dat hun de... dat hun alles regelde. Met transportje. Of als hun hem aanhouden dan deden zij ook het transport regelen. Maar dat is niet meer blijkbaar. Dit voertuig is zojuist hier gestolen en ik kan er duidelijk niet mee omgaan. Nee, ik kan er zeker niet mee omgaan.
mooi rondje gerend weer. Hij kan er nu opeens mee omgaan, want hij gaat het mokertje hard. Oh, hier staan heel veel collega's. Hoge snelheden zijn er toch wel op. Uitstappen, staan blijven. Achtervolging met heel veel collega's. We krijgen hem wel. Pak hem dan, goed zo, lekker. Heb je nog deze? Oeh, 5 tasers op zijn berg is. Kijk nou eens. Wat een baas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of zo. Ja, zo, oh, er komen er nog 60 aan. Jezus. Mooi man. Bedankt jongens. Tot de volgende. Ah, transportje. Ik vind het wel aardig. De deur voor me oplossen en dan hoef ik alleen maar op de achter te drukken. Mijn kenteken straf gevallen. Moeten we die gaan zoeken? Rem in. En de laatste melding van vandaag is een melding van de Schiphol ambulance. Die assistentie vraagt van iemand. En laten wij nou net in de buurt zijn. Dat is verhoor. Oh, die gaat toch niet lopen. Oeh, dat scheelt niet veel. Niet op de vuist gaan met elkaar. Nee, nu is goed hè. Ik heb een shotgun vast, ik weet niet waarom. Maar ik ga hem gebruiken tegen jou, ja? We gaan het hier even zien. Je mag gewoon rijden met aangehouden voor geweld tegen hulpverleners. Dat zal geen wet zijn om iemand op basis daarvan aan te houden. Het zal gewoon, hoe heet dat, mishandeling zijn. Eén collega vraagt om een assistentie. Ja? Dat is gehoord. Het ging we doen. Nou even snel hier. Hallo transportbusje. Oh, dat gaat fout, dat gaat fout, dat gaat fout. Ja. Gefouilleerd. Ja. Nee. Ja. Nee. Oké. Maakt niks uit. Collega's, ambu succes. Ja, hier is niemand meer. Mooi. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. We zullen een heel leuke video vonden. En ik hoop dat jullie een gave video vonden. En wie weet zien jullie hem vaker. Tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Even denken, even denken, even denken. Ik weet het echt niet. Dat heb ik wel vaker. Ik weet eigenlijk nauwelijks. Tot dan in ieder geval. Doei.